was 16 toen ik getrouwd was. Ik deed hier de treinen schoonmaken. En nu ik dit weer zo zie, gaan er heel wat dingen naar boven borrelen. Weet je, dan schaam. Ik heb me eigenlijk destijds geschaamd voor het werk wat ik daar deed. Je spreekt met hele warme woorden over je moeder. Ik deed mijn best, laat ik het zo zeggen. Hey, mensen, laat het voor iedereen echt even duidelijk zijn. Mama's, daar moet je gewoon gehoor aan geven. Papa's weet ik nog niet. Mama's, zeker. Ik hou mijn koffie even vast. Doe ik dat ook? Een hele goede morgen. Ik ga een interview houden met Ben de Stem. Met Pieter. En ik ben benieuwd wat voor vragen dat hij op me af gaat vuren. Maar één ding is zeker. Ik heb er zin in. Jullie ook? Mooi. Blijf kijken en... Een leuke dag, hè, vandaag? Ja, ik heb er zin in, jou. Ik moet het allemaal nog zien. Of de vragen dat je op me af gaat vuren. Ja, heb je er wakker van gelegen? Bijna. Nou. Wel kijken, hè, mensen. Dus ga ik geen vlog meer opnemen. Zullen we daar stap in, Pieter? Ja, we doen. Yo. Zo. Nou, ik ben benieuwd, man. Ik ook. Waar zitten we in? We zitten nu in Roosendaal. Ja, maar ik bedoel, wat voor auto? Ah, wat voor auto? Ja. Een Audi RS6. Is dat een favoriet van je? Ja, zeker weten. Ja? Ja, ik heb veel auto's gereden. Alleen de RS6, dat is wel mijn favoriet. En waar zit hem dat in? Waarom dat in zit? Eigenlijk, het is iets wat alles in zich heeft. Een kofferbak voor het werk, voor de vakantie, eigenlijk en de snelheid voor de sport. Yes, dankjewel man. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel, doei doei. Ja, maar dat zal ik me nog af te vragen, van als je dit soort auto's rijdt, heb je niet altijd evenveel bagageruimte, of wel? Nou, dat is echt verkeerd. Dus okay. We kunnen zo meteen even een kijkje nemen achterin. Ja, bij deze dus. Maar... Ja, bij deze wel. Ja. Kijk, dit is echt een all-in-one. Hier zit echt alles in. Ik ben zelfs een keertje op windsport geweest met een dakkoffer. Ja. Dus ja. En hij heeft ook de power. Ik hou mijn koffie even vast. Doe ik dat ook? Gaat het, Pieter? Yo, ik ben blij dat ik mijn koffie bijna op heb. Ja. Ik moet hem altijd even goed egaliseren. Als we dit terugkijken, dan zie je mij zo... Een angstig gezichtje. Ja, zeker weten. Die gaan we zien. Wat, vertel eens even over deze auto. Hij heeft 600 pk. Dit is al mijn derde RS6. Ik heb er eentje gehad van de vorige generatie. Ja. En dit is eigenlijk de tweede van deze generatie. Ik heb bij de vorige heb ik bijna 170.000 kilometer meegereden. Ja. Hij was uit de garantie. Ik hou er niet van om auto's te tunen. Waarom niet? Ik rijd heel veel, ook voor mijn werk. Dus ja, dan vind ik het ook gewoon fijn dat ik gewoon bij de Audi dealer terecht kan. Ja. En als je gaat tunen, ja, dan kan dat niet. Dan moet je weer terug naar de tuner. Maar ja, ik werk in Groningen, Maastricht, Amsterdam, overal in het land. Ja, ja, ja. En waar is die liefde voor auto's begonnen? Waar is het ontstaan? Nou, toen ik heel, eigenlijk van jongs af aan. Als je gaat kijken, ja, heel veel jongetjes hebben dat natuurlijk. Hè? Dat ze boekjes hebben en boekjes gaan kopen en op de buik liggen. Dan zeggen ze, ja, als ik groot word, ga ik die auto kopen. Ja. Zo is het allemaal een beetje begonnen. Maar dat had jij als kleine Mustafa ook? ja, nogal. En wat was toen jouw droom? Welke auto was dat? Dat was eigenlijk een BMW M3. En die heb ik nooit gehad. Nee? Nee. Waarom niet? Ik heb wel een M5 gehad. Maar de passie voor Audi... Kijk, de Audi was in die jaren nog niet, toen ik nog jong was, zeg maar... Was Audi nog niet zo Audi van vandaag? Nee. Dat was meer BMW, Opel GSI, Volkswagen GTI. Dat soort dingen. Dat is toen een beetje hype. Ja. Die heb ik allemaal wel gehad. En de M5, maar geen M3. Ja. En wanneer kocht je eerste auto in dit genre? Of, laat ik het anders zeggen. Wat was je eerste auto die je kocht? Die ik kocht was een Opel Kadett. Dat is wel even andere koek. Dat is echt andere koek, ja. Een Opel Kadett. Sorry, een Honda Jazz. Honda Jazz met 3 cilinder. Hoe oud was je toen? Nou, moet ik dat echt zeggen? 15. Oh, vertel. Hoe kan dat zo? Hoe dat kan? Nou, kijk, ik was 1 jaar oud, maar dat kan anno 2023 mensen echt niet. Hè. Wat toen kon, dat kan nu echt niet meer. Ik was 15 en had ik een Honda Jazz.
Ja, ik denk toch gelijk, de meeste krijgen een rijbewijs bij 18 en die kopen dan een auto. Maar... Bij mij was het net andersom. Ik heb bijna 3 jaar zonder rijbewijs gereden. Laat dat alsjeblieft geen voorbeeld zijn. En je weet dat de camera draait, hè? Ik weet dat de camera draait. Maar laat dat alsjeblieft geen voorbeeld zijn voor anderen. Want destijds was de tijden waren ook anders. Ja. De agenten waren ook anders, de criminaliteit was anders, de jeugd was anders. Er werd meer getolereerd van elkaar. En dat is een beetje de oude tijd, zeg maar. Ik weet niet waarom dat komt destijds. Want ik deed ook bezorgen bij shawarma zaken. Ja. En mijn wijkagent wist gewoon dat ik geen rijbewijs had en dat ik eigenlijk op de scooter mocht rijden. Maar ja, die ziet een jonge knul. Hij is ook papa, hij is ook opa misschien. Hij ziet een jonge knul, die werkt hard voor centjes. Ja, ik werd echt gewoon, eigenlijk gewoon bij rust gelaten door de politie. Ik mocht gewoon werken. En dan, ze kenden je? Ja, ze kenden me echt. En als ze dan voorbij kwamen, is af en toe wat sirenes aan voor mij. Ja. Maar gewoon niks aan de hand en dat was gewoon even groeten. En dat kon allemaal destijds. En waar had jij die goede band met die agent aan te danken dan? Ja, die kwamen bijvoorbeeld op een zaterdagavond kwamen ze naar de shawarmazaak. Die zagen mij daar kaart werken. Tuurlijk ben ik aangehouden. En dan zeiden ze, hey, jij werkt toch bij die shawarmazaak? Ja, dat klopt. En wat doe je nu dan? Ja, ik ben eten aan het bezorgen. Mag niet, hè? Nee, ik weet het, maar ik moet toch geld verdienen. Ik ben thuis. Mijn moeder en ik wonen samen. Mijn zus was toen getrouwd en ze was weg. Ja, weet je, en agenten zijn ook mensen. En als jij respect toont tegenover blauw, krijg je gewoon keihard respect terug. Dat is wat ik van jongs af aan heb geleerd. Het is gewoon geven en nemen, dat is met alles, hè, Pieter. Ja. Dat is op school, dat is thuis, dat is op het werk. Ja, weet je, ik ben niet anders gewend. Dus ja, toen werd het echt getolereerd. Ja. Gedoogd, laat ik het zo zeggen. Maar ook door je moeder dus. Want die had ook kunnen zeggen, Mustafa, je bent 15. Doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Ja, dat zei ze ook heel vaak. Alleen ja, wie geeft daar gehoor aan, Pieter? Ja? Zo'n jonge leeftijd. Nou, ja, ik heb wat verhalen met jou zitten lezen en wat podcasts luisteren. Dat je spreekt met hele warme woorden over je moeder. Dus ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat je er wel naar luistert. Jawel. Ik deed mijn best. Laat ik het zo zeggen. Hey, mensen, laat het voor iedereen echt even duidelijk zijn. Ja. Mama's, daar moet je gewoon gehoor aan geven. Papa's weet ik nog niet, maar mama's zeker. Mijn moeder had er echt altijd heel veel moeite mee. Dat ik, aan de andere kant, ik zal een voorbeeld geven, Pieter. Ik was 16 toen ik getrouwd was. Ja, dat is goed. En we hebben toen allemaal geld geleend, hè, van familie en zo, om die trouwfeest voor elkaar te krijgen. Ja. En na die trouwfeest wilden wij een hypotheek afsluiten. Alleen ik was nog jong, ik was onder de 18. Dan kan dat allemaal niet, want wel het huis geërfd van mijn vader. Ja. Ik ben toen naar de notaris geweest. Na mijn trouwfeest. Ik ben nog een knulletje van 16. Ik ga naar de notaris. Ik zeg, joh, beste notaris, jij hebt geen toestemming gegeven voor de hypotheek voor mijn moeder. Ja, dat klopt. Hij zegt, jij bent minderjarig. Ik zeg, joh, moet je even goed luisteren, beste notaris. Dat geld is voor mij. Voor mijn trouwfeest. Kijk eens, hier zijn de foto's. Ik ben getrouwd, we hebben geleend van familie en vrienden. Ja, dat moet terugbetaald worden, dus kun je niet even kijken waar je ermee kan. Ja, toen heeft hij dat echt gewoon geregeld. Snap je dus? Ik was, wat ik hiermee probeerde aan te geven, Pieter, ik was gewoon heel vroeg volwassen. Ja. Echt reten vroeg, dus ja. En hoe komt dat? Nou, 1 jaar toen ik mijn vader had verloren, heel vroeg. Onverwachts? Of? Ja, onverwachts. Hij komt thuis, hij neemt een douche. Hij knielt op zijn knietjes bij mij aan het bed. En daar overlijdt hij. Hartstilstand? Nee, koolmonoxide. Ja, er was een lekkage of wat er ook vanuit de gijzer die wij thuis hadden staan. En hij werkte ook in een rubberfabriek, dus alle omstandigheden bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat hij is te komen overlijden. Van de een op de andere seconde? Ja. Waar jij bij stond? Zat. Inderdaad, ja, ik was natuurlijk een baby van 1 jaar oud. Ja. Snap je dus? Ja, je bijna lach. Ja. Ja, dat besef je niet. Dus ja. Het leven zorgt er af en toe wel voor dat je anders moet gaan acteren dan je leeftijd of dan wie je bent. Ja, maar dat is wel een hele vroege les als je nog maar 1 jaar bent. Zeker weten, want ik werk ook vanaf mijn 12e. Ik ben begonnen bij shawarmazaken, met schoonmaken en bezorgen. Eigenlijk van alles en nog wat gedaan, Pieter. Niet normaal. Even heel even terug. Ja. Dan overlijdt je vader op zo'n jonge leeftijd. Nou, je bent eigenlijk te jong om dat überhaupt te beseffen. Dat komt later.
Wat voor impact heeft dat vervolgens? Hoe gaat jouw jeugd vervolgens dan verder in die jaren? Hè? Altijd met de behoefte, als je naar voetbal gaat of zo, van joh, er staat niemand langs de zijlijn. Je stapt op je fiets, je gaat naar voetbal, je stapt op je fiets, je gaat naar rugby, je stapt op je fiets, je gaat naar school, weet je, en elke keer is er niemand die kijkt of zwaait of... Inderdaad, je doet alles alleen. Gewoon helemaal in je eentje. Maar je moeder was er wel natuurlijk. Ja, zeker weten. Alleen, kijk, mama is dan heel erg veel bezig met geld verdienen aan op de akkers, snap je, ze hebt aardbei plukken, preien prikken. Ja, ze heeft eigenlijk al het mogelijke werk gedaan op mijn jonge leeftijd, ja, zeg maar. Om het gezin draaiende te houden. Absoluut. Ze had niet echt voldoende inkomen, zeg maar. Weet je, dat zie je nu ook, hè. Alleenstaande moeders met kinderen. Ja, dat is altijd wel een beetje anders dan anders. Ja. Die hebben het best zwaar. Ja, en wat ik me dan zo voorstel, je moet je gezin draaien houden. En ondertussen ben je ook gewoon je geliefde kwijt. En... Mijn moeder, was 21. Daarom? Ja, mijn moeder was 21 toen mijn vader was overleden. We hebben best een moeilijke jeugd gehad. Dus ja, vandaar ook dat het echt altijd keihard werken was voor mij. Ja. Om ervoor te zorgen om mama een beetje te ontlasten. Wat gaan we hier doen, Moes? We zijn nu bij het station. Ja, we zijn bij het station. Want dit is voor mij eigenlijk wel een beetje het beginpunt van mijn carrière en van mijn leven. Hier ben ik bewust naartoe gekomen, Pieter. Dit was voor mij de entree. Dat zal nu allemaal wel een beetje veranderd zijn. Nee, nog niet. Dit ga ik wel even opnemen, zodat de kijkers ook even mee kunnen genieten. Dat snap je wel natuurlijk. Ja. Doe even zo. Kijk, dit was voor mij de entree. Ik was 17 toen ik hier ben begonnen, Pieter. Waarom ben ik hier naartoe gekomen? Dit is voor mij de begin van mijn carrière. Wat ik nu... eigenlijk te danken heb. Je ging treinen schoonmaken? Ik ging treinen. Wow, we hebben een stoepje meegenomen. Ja, dat is natuurlijk het enthousiasme van Ede. Ik dacht dat je nog jonger was, dat ik las 13 of zo. Bij het station bedoel je? Ja. Nee. Bij het station was ik 17. En was dat 4,35 per uur? Ja, dat was 4,35 per uur. Ja. Zo, Pieter, je wel. Ja, ik doe mijn huiswerk. Je hebt je huiswerk echt gedaan. Ja, ik dacht het maar niet helemaal goed, want ik dacht dat je toen net een paar jaar jonger was nog. Maar goed, vertel. 17 jaar begin je daar en je gaat treinen schoonmaken. Ik ga treinen schoonmaken. Met je neef? Met mijn neef. Wij zijn toen gekomen voor de sollicitatie met mijn neef. En mijn neef zei ja, ik ga voor 4,35 echt geen treinen schoonmaken. Nou, ik heb die keuze wel gemaakt. Ik heb toen gezegd, ik ga treinen schoonmaken voor 4,35 per uur. Kreeg een gele vestje. Ik kreeg een emmer met een sopje erin en een mop. En ik kreeg zo'n hele echt opvallend kleur. Rood schoudertasje met daarin, Pieter. Ja. De handdoeken voor de toiletten, toiletpapier. En een aantal sprays aan de buitenkant hangend om de spiegels, de wc schoon te maken. En ik heb dat drie kwart jaar gedaan op station Roosendaal. Hoe was dat? Als ik nu terugkijk, ben ik daar echt gewoon rete blij mee. En ben ik daar ook echt trots op dat ik dat heb durven te doen, zeg maar. Je bent geboren getogen in Roosendaal, je bent een knul van 17. Je vrienden komen langs. Die stel je de vraag, hey Moes, wat doe jij hier, man? Past helemaal niet bij je. En dan zeg je, bureau halt en ik heb een werkstraf. Weet je, dan schaam. Ik heb me eigenlijk destijds geschaamd voor het werk wat ik daar deed. Waar zat dat in? Omdat, ja, dat is gewoon de leeftijd. Ja, maar waarom? Ja, schoonmaken? Ook. Dat is niet cool, zeg maar? Of? Nee, dat is zeker niet cool. Ja. En dan met een gele vestje en een sop in je klauwtjes. Ja, ja. Ik ben nog maar een knul van 17. Ja, dus dan probeer je toch maar met een smoesje iets inderdaad. Een ander verhaal van te maken. Kijk, dit was ook mijn eerste werkgever. Die bestaat nu niet meer, zoals je ziet. Ik ga het ook heel even filmen. Wel hier destijds de shawarma Jeruzalem. Hier op 131? Ja, ja. En die is nu ook weg. Dat was mijn eerste werkgever. En daar was je 13 dan? Ja. Niet? Ja. Want was dat ook je eerste baantje of niet? Jazeker. Ja. Jazeker. En ik bedoel meer van... misschien heb je thuis al wel eens dingetjes gedaan of kun je op een andere manier nog je geld verdienen. Maar dat was de eerste keer waarmee je echt geld verdiende. Ja, zeker weten. Ja. En hoe kwam je daar terecht? Van waar die...
Ja, weet je, je ziet ook aan mij, ik hou van eten. Zodoende ben ik daar terecht gekomen. Ja? Ja. Je had hier shawarma Isis heb ik gewerkt. Daarnaast had je shawarma Amon. De nieuwe molenaar. Ik heb bij al die shawarma zaken gewerkt. En hoe... meteen op een brommetje dus? Ja, ik reed toen op een brommetje, ja. Maar wel van mezelf. Want die eigenaren, ja, die konden natuurlijk niet toelaten dat ik op een brommer van hun ging rijden. Omdat ik geen rijbewijs had en dat soort dingen, zeg maar. Omdat ik ook niet... Destijds had je ook geen rijbewijs nodig, maar je moest wel 16 zijn. En dat was ik niet. Ja. Dus jong, deed ik het met mijn eigen scooter. Eigenlijk een beetje als zelfstandige destijds. En die had je al gekocht van tevoren? Die had je al? Nee, toen ik het werk kreeg heb ik een scooter gekocht. Ik kreeg het werk en toen heb ik een scooter gekocht. Ja, ja. Zodat je aan de slag kon? Ja. Ja, het mooie was dat ik dan eigenlijk voor 5 shawarma zaken tegelijkertijd ging bezorgen, vooral in de avonden. Ja, dat hoorde ik. Dat vond ik wel heel slim. Ja. Maar kon je eens vertellen hoe dat nou precies zat? Nou, hoe dat precies zat, dat zit namelijk zo. Destijds kreeg je als bezorger 5 gulden per uur op de scooter. Wel met de scooter van hun. Ja. En als autobezorger kreeg je 10 gulden per uur. Alleen tussen 9 uur 's avonds en 3 uur 's nachts had je natuurlijk niet zoveel bestellingen. Per shawarmazaak, waardoor ze eigenlijk 60 gulden voor een autobezorger moesten betalen die daar aanwezig moest zijn. Ja. Voor alles en nog wat. Terwijl het maar de vraag was of die aan het werk kon. Ja. Ja. Als je dan 5 shawarmazaken hebt die met hetzelfde probleem zitten, ja, die had toen ook ten alle tijde bij iedere bestelling 2,50 gulden bezorgkosten. Dus ja, ik zei tegen joh, betaal mij 1 gulden per bestelling. En dan is dat het. Snap je? Dus ja, dat ging echt hoog op, Pieter. Ik verdiende toen echt geld. Dus ik deed bezorgen van 5 shawarmazaken. Ja. Voor een gulden per bestelling. Ja, dat is een slim bedacht. Ja. En dat bedenk je dan liggend in je bedje? Ja, nou, weet je, nee, weet je, dat ja, geen idee, maar dat soort dingen, ja, dat schiet je gewoon, schiet je binnen en dan ga je met de eerste praten die zeggen van, oké, nou ja, klinkt wel goed, laten we maar proberen. Ja, dan ga je naar tweede en zeggen van, hé, ik heb de deal al rond met shawarma zaak 1. Ja, dan klinkt dat bij hun al nog interessanter. Zo wordt het steeds, ja, gaat het balletje rollen. Inderdaad, heb ik bijna 10 maanden kunnen volhouden. En veel geld verdiend voor die leeftijd? Ja, voor die leeftijd zeker weten. En waar werd het geld dan uitgegeven? Niet aan schoenen of kleding of wat dan ook. Nee, absoluut niet. Aan mijn brommer, aan mijn scooter. Ik moest altijd spik en spannen zijn. Ja. En mama helpen natuurlijk. Ja, ook financieel dus? Ja, 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 zeker weten. Kijk, omdat wij niet zoveel geld hadden, gingen wij destijds ook met de auto naar Turkije. Mijn moeder is 3 keer naar Turkije gereden met de auto. Komen jouw ouders allebei uit Turkije? Ja, 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 ja. Papa ook, mama ook. En wanneer zijn ze naar Nederland gekomen? Nou, laat ik zo zeggen, mijn opa is in eind jaren 60 naar Nederland gekomen. Ja. Half jaren 70. Is de rest van de familie ook meegekomen naar Nederland. Ja, ja. En jij bent van 82? Zeg ik ben van 82, ja. Ik ben eigenlijk de derde generatie. Ja, dus wij waren een jaar of 7, pak een beetje, in Nederland toen jij werd geboren? Iets meer zelfs. Iets meer, ja. Maar iets in die koers, joh. En waar was dat in Roosendaal? Waar woon je? Op de Kalsdonkse straat. Uit Kalsdonk, ja. Kijk. Ja. En daar heb je gewoond tot? Tot 2002. Daarna ben ik verhuisd naar de Westerrand. Ja. En vanuit de Westerrand naar de Wouwbaan. Ja. Richting Wouw. En vanuit daar naar de Landerij. Gewoon in de Landerij. Daar zit je nu. Ja. Dus nooit Roosendaal uit geweest? Nee, wij krijgen Roosendaal niet uit. Nee, geboren getogen Roosendaal. Dat zeggen we toch? Roosendaal de gekste. Wat is het mooie aan Roosendaal voor jou? Het is toch een stad. Maar het blijft een dorp. Ja, leg eens uit. Dat... Weet je, ons kent ons. Ja. Snap je? Je hebt toch, als je dan gaat kijken, bijna 7000 inwoners. Misschien zelfs meer, als ik het niet verkeerd heb. Ja. Toch iets in die koers, denk ik. Ja, ja, ja. Als je kijkt, joh, het is toch best een stad. Maar het blijft een dorp. En ja, weet je, ik ben hier geboren. Je weet alles. Iedereen kent je. Jij kent iedereen. Het voelt gewoon goed. Het is gewoon mijn dorp. Mijn stadje. Ja. Ja, en het is natuurlijk een mooi spoorknooppunt. Ook. En wat dat betreft zat jij natuurlijk met je neus in de boter. Dat mag je wel zeggen, ja. Weet je, het is, voor mij was het mijn leven na NS
net trainen was dat toen. Dat was een onderdeel van NS, zeg maar. Na mijn schoonmaaktijd. Ja, dat was eigenlijk de start van mijn carrière. Schoonmaken. Ja. Snap je, als ik dan zo terugdenk, ja, ben ik daar wel trots op. Dat ik toch 9 maanden lang op station Roosendaal rond heb gehobbeld. Met een gele vest en een sop om mijn nek. Ja, en wat maakte dat daar een einde aan kwam aan die periode? Wat? Nou, ik was aan het werk op station. En ik zag allemaal mensen. Die kwamen om de sporen schoon te maken. Je weet, als mensen aan het perron staan. En die eten een chocolaatje, die laten wat vallen. Een boterhamzakje die wegvliegt uit de handen. Ja. En dat komt in de sporen terecht. Dus ja, die sporen moeten ook schoongemaakt worden. Alleen je kan er niet zomaar bij komen. Dat moet eerst buiten dienst genomen worden. Er moeten een aantal maatregelen getroffen worden. Om in het spoor te kunnen werken. Ja. Dus op een dag zat ik zo te kijken. En ja, je had iemand die plaatst iets in het spoor. Dat ik dacht van, hé, wat een vreemd ding. Nooit gezien. En dan zei hij tegen de andere mensen van, jongens, oké, het spoor is buiten dienst. En je mag nu het spoor schoonmaken. En dan zag je mensen die met zo'n knijper zeg maar, het spoor ingingen om het spoor schoon te maken. Eigenlijk leeg te knippen of leeg te prikken. Hè, dat noemen we nu papier prikken. Ja. Dus ja, zo ook verder geïnteresseerd van, oké, wat doen jullie nu, hoe, wat, waar. Maar eigenlijk wat vragen gesteld aan degene die het spoor buiten dienst nam. En toen kreeg ik te horen dat hij eigenlijk leider werkplekbeveiliging was, LWB. En hij zorgde ervoor dat de papierprikkers, zeg maar, veilig hun werk konden doen. Ja. Toen dacht ik van, hé, dat is interessant, dat wil ik ook. Ja, want waarom wilde jij dat ook? Nou, kijk, je bent jong, hè, en de studie heb ik niet gehad. Dus je gaat kijken, ik heb mijn, ik heb alleen maar een basisschooldiploma. Pieter, geen middelbare school afgemaakt. Waarom? Je bent gelijk gestart, eigenlijk van start gegaan met werken. Dat was voor mij interessanter op dat moment, vanwege de centjes ja. die ik kon verdienen. Alleen je bent niet van plan om heel je leven schoonmaker te blijven. Hè, ik ben geen domme jongen. Ja, sorry. Ja, lekker. Ja, jij krijgt er ook een smile van, hè? Nee, maar dat zal ik nog te denken. Want we hadden het net over dat bijbaantje dagelijks volgens mij, tussen 9 en 3. Ja. Dagelijks toch? Ja. Ja, hoe combineer je dat in godsnaam met school? Maar ja, daar geef je nu wel een beetje antwoord op. Ja, kijk, weet je. Eigenlijk niet dus. Jawel. Ik was 13, 14 tot mijn 15 heb ik dat altijd kunnen combineren. Ja. Ik ging na het bezorgen, ging ik 's ochtends weer gewoon net naar school. Mijn mentor ook, die zei destijds ook, joh, in godsnaam, ik leerde niet, maar ik haalde wel altijd heel goede punten. Dus, ja, het kopje zat wel goed. Alleen ja, je moet wel echt tijd gaan investeren in studeren, zeg maar, Pieter. Als je ergens wil komen. Ja. En dat tijd investeren, dat zat er niet in. Alles wat je meepikt op school, daarmee kwam ik wel door de examens heen. Maar het was niet zo van, joh, met 9 met krulletjes of zo, zeg maar. Nee. Met een 6, met een 7. Dus ja. En tot je 15e kon je dat combineren, zei je? Ja, en zeker toen, weten. Toen werd dat lastig. Werd allemaal een beetje te veel. Ja. Weet je, op een gegeven moment hou je dat gewoon niet vol. Weet je, dan wil je gaan trouwen, ben je verliefd. Dan denk van, oké, je gaat wel trouwen, maar dan moet geld op tafel komen. Ja. En zodoende is eigenlijk het werken naar voren gekomen en het studeren naar achteren. Ja, en over dat trouwen gesproken, dat gebeurde dus ook op een hele jonge leeftijd. Ja. Vertel daar eens mee.